whom it may be said that every morn brought forth a noble chance, and every chance brought forth a noble night. Terugkerend item in de kranten, stress. Veel mensen belanden door stress in de ziektewet of in de WHO. Nou, we praten hierover met Maurice de Valk, hartelijk welkom, en Ronald van Dijk. Hartelijk welkom. Heel belangrijk, ja. Want iedereen kan het overkomen, maar het is altijd de buurman. Maar als het dichtbij komt, als het echt dichtbij komt, dan gaat het iets doen. Mensen zijn nou het meest vatbaar voor stress. Nou, mensen die heel erg perfectionistisch zijn, en je ziet dat vooral in vrouwengroepen. Het is toevallig dat victims lie in hospital corridors. Die groep er zo uitspringt. Er zijn wel meer beroepen waar stress ontzettend veel voorkomt en ook burn-out. CBS heeft berekend dat 1 op de 10 mensen burn-out gevoelens heeft. Beroepen die erg uitspringen, dat zijn de beroepen in de gezondheidszorg, beroepen in de dienstverlenende sector, televisie. en daarnaast het onderwijs. Fysiek, dat je slapeloze nachten had en in zoverre ook eigenlijk niet meer goed gericht was om het werk naar behoren te doen. Or is a crisis of human dignity. It's the sense of dignity that comes with work. Je wil zo snel mogelijk weer terug in het arbeidsproces. En deels, je moet gewoon eigenlijk net als opnieuw leren lopen, je moet opnieuw weer kunnen inzien waar binnen je werkzaamheden de dingen zijn die je bij je vrije tijd in kan spenderen. Heb je dat gedaan? Spreekuren wat minder lang door te laten lopen. Ik werk met 2 andere verloskundigen, goed een werkverleden maken. Ik had ook de neiging om dingen slecht te kunnen delegeren, want het is in feite ze alles naar je toe halen. Mm-hmm. In veel commissies gaan zitten, een soort weldaad. En dan kunnen selecteren waar je nog professioneel gaat verdiepen. Hij is arts en oprichter. En we zijn eigenlijk gaan kijken hoe ik inderdaad weer op de rails kon komen. En dat was op een heel prettige manier is dat gebeurd. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd have a big house where we both could live. I was a sculptor.